mij veel genoeg om de vrije zwanen te kunnen aankondigen. Kijk, jongeren, ik stel voor dat we maximaal een kwartier vragen gaan doen en daarna hebben we door. Als je wat wilt vragen, vragen. Even je naam en dan de vraag. Ik ga van die kant. We beginnen met Marcel Kamman. Ik heb twee vragen. De eerste, ik vind het wat problematisch om opiniepeilingen een groot gewicht te geven op een onderwerp dat wat wel complex is. Want we weten, zoals je zelf zegt, nog niet zo heel veel, niet alleen van peilingen, maar ook niet van het basisinkomen en wat dat precies doet. En ja, dan ga je mensen iets vragen voor iets waar zelfs wetenschappers, zoals ik, een relatief weinig van heb. En, dus dat. Dus hoe kijk je daar tegen aan dat je dus een relatief groot gewicht aan de opiniepeilingen geeft? En het tweede is over de participatie. Inkomen. Ik denk dat dat alleen kan werken als dat vrijwillig is, in de zin van dat mensen zelf mogen bepalen waar een tegenprestatie gaat bestaan en dat dat maar licht getoetst wordt. En dan kan het heel interessant zijn. Maar als dat anders wordt, het een soort bijstand en tandenborstelers waar we juist vanaf moeten. Ja, in Nederland, in Finland hebben ze een experiment gedaan bij 2000 werklozen die verplichte basisinkomen kregen. Dat zou in Nederland niet werken. Wat het tweede betreft ben ik het volledig mee eens. Het zou inderdaad, mocht je willen gaan voor zo'n participatieinkomen, moet het een vrije keuze zijn wat je dan precies doet en moet dat niet, zoals het nu in de participatiewet is, gecontroleerd worden op dergelijke ingrijpende manier. Dus volledig mee akkoord. Wat het eerste betreft, we weten wel, dus wanneer we die peilingen doen, doen we dat meestal niet in het wilde weg, maar gaan we eerst een soort meer diepte-interviews doen met mensen om te kijken van begrijpen ze eigenlijk waar het over gaat, begrijpen ze de implicaties. En natuurlijk, mensen hebben geen, de gemiddelde burger heeft geen begrip op wat dat effectief zal doen met inkomensongelijkheid en dat soort dingen. Dat is te moeilijk om te vatten, maar dat hebben ze even nu met werkloosheidsuitkering of pensioen of wat dan ook. Maar ze begrijpen wel de basisbeginselen en de basisconcepten erachter. Wat het belang betreft dan van publieke opinie, ik overschat dat belang zeker ook niet. Dus ik schrijf ook in mijn boek dat het minstens, zo niet nog belangrijker is, om niet enkel te kijken naar de politieke haalbaarheid, maar dat je zeker ook de financiële haalbaarheid en de administratieve en al dat soort dingen, dat zowaar nog belangrijker is. Het is enkel mijn invalshoek. Maar dat is altijd een beetje met de kritiek, kan je het misschien niet noemen, wat ik altijd vreemd gevonden heb aan het hele basisinkomen debat, is dat er eerst werd heel veel gediscussieerd over de filosofie erachter. Dan is het heel technisch geworden, van wat gaat dat nu doen met armoede en hoe gaan we dat financieren? En er was eigenlijk steeds zeer weinig aandacht van, maar hoe brengen we nu dat idee van een idee naar de realiteit? En daar past dit onderzoek in. Heel goed, we gaan zo gezellig af. Patrick. Hi, ik ben Patrick Steffer. Mijn vraag is de volgende. Ik weet dat je er geen onderzoek naar gedaan hebt en dat je geen data hebt. Maar stel, er is een land of een gebied wat een basisinkomen zou invoeren. Hoe zou dan de publieke opinie veranderen? Hoe zou je dat bijvoorbeeld willen onderzoeken? Nou, dat is een heel relevante vraag. In Korea hadden ze het bijna ingevoerd, maar vorig jaar. De man die dat wilde, een hongerstaking ging, hij kwam 0,7% tekort. Heel laags. Ja. Er is één case dat ons daar iets over vertelt, en dat is Finland. In Finland, je hebt er net naar gewezen, naar het experiment, dus daar is wel bewijs van in Finland dat de mensen die aan het experiment deelgenomen hebben, veel positiever zijn dan een vergelijkbare controlegroep. Dus daar is wel iets van bewijs voor dat eenmaal het basisinkomen is, en mensen voelen welk effect dat heeft voor hun persoonlijk leven, dat de steun stijgt. Maar ik wil daar toch nog voorzichtig in zijn, want dat Finse experiment ging inderdaad over een groep van werklozen die er wellicht sowieso op vooruit ging. Als je het ook effectief invoert, gaan er altijd mensen zijn die er mogelijk
puur op het gebied van inkomen alleen al op achteruit zullen gaan. En we weten niet goed wat er met hun stroom zal gebeuren. Het kan zijn dat zij de maatschappelijke effecten zien en meteen verliefd worden op het basisinkomen. En denken van ja, die paar honderden euro's die ik nu verlies, daar kan ik mee leven. Het kan zijn dat ze, ja, dat dat eigen belang belangrijk is en dat ze sterk tegen een basisinkomen zijn. Gaan. Dat wil ik niet. Dus, koffiedik kijken. Ja. Oké. Okay. We gaan door. Helemaal achteraan. Even je naam. Hans, u zei dat het geen enkele garantie heeft als het in een kiezersprogramma komt, dat het ook in het bestuur wordt uitgevoerd. Dat is niet helemaal onverwachtelijk, maar goed, dat brengt het toch? Kan je de vraag nog eens herhalen? Hoe? In het programma staat er, kom je aan de macht en dan doe je het niet. Ja. Goed, dat brengt het toch? Ja. Hoe kom ik dat? Hoe voorkom je dat? Die vraag zou jij eigenlijk aan Jurgen de Wisselaar moeten stellen, want dat is helemaal niet zo veel geld. Dus daar heb ik zelf eigenlijk niet meteen een antwoord op. Ik denk. Ja, ik denk dat als ik me goed herinner, zegt Jurgen de Wisselaar daarover dat het vooral komt omdat het basisinkomen een topic kan zijn om kiezers aan te trekken. Omdat het een soort utopie is waar veel mensen niet kunnen meestappen, maar van zodra je effectief coalities moet vormen en beleid moet maken dat, zoals u aangeeft, dermate complex is, dat men dat niet als het hangijzer meer wil hebben, omdat men dan weet of beseft van, kijk, als we dit blijven aanhouden en dit lukt niet, dan gaan we daarop afgerekend worden. Dus, ja. Ik denk dat dat er wat mee te maken heeft. Daar wil ik wel twee dingen over zeggen. In Ierland had de Groene Partij gezegd, wij willen een basisinkomen invoeren. En uiteindelijk hebben ze de compromis gesloten in de regering. Ze wilden een groot experiment doen, dat was het. En het compromis is dat 3000 kunstenaars krijgen een basisinkomen. Dus die hebben gedeeltelijk de belofte ingelost. In Nederland was het zo dat ik een amendement had ingediend op het GroenLinks-congres met 250 mensen. En 100 afdelingen. En dat zei, er moet een experiment komen in Nederland. Een grootschalig experiment zoals in Finland. Want toen nog moest beginnen. Jesse was tegen, maar wel met 80% aangenomen op het congres. En toen belde Katelijn de Buitenweg mij op, met wie ik 5 jaar in het Europees Parlement heb gezeten. Die zei, Alexander, ik ben nu aan het onderhandelen met Jesse, wat moet er nou in het regeerprogramma komen? Toen zei ik, Katelijn, waar zie ik al mijn experimenteren? Jullie maken maar een zin. Toen heeft zij met nummer 2 van het CDA uit onderhandeld de zin, gemeenten zijn vrij te experimenteren met basisinkomen. Daar heeft Buma ja tegen gezegd, daar heeft Alexander Pechtold ja tegen gezegd, daar heeft Mark Rutte ja tegen gezegd, maar ja, Jesse is weggelopen van onderhandelingen. En dan kan ik dus ook niet kwalijk nemen dat de andere 3 er niks mee gedaan hebben. Dus het is ook een kwestie van standvastigheid. We gaan even door. Suzanne. Ja, dat is opnieuw een politieke keuze die je moet maken, wat je doet met die pensioenen. En ik had het net in de gang met iemand ook over hoe ik kom natuurlijk uit België, dus ik heb een zeer Belgische achtergrond. En daar is het idee van het invoeren van een basisinkomen ligt zeer moeilijk, omdat een pensioen start in principe niet wanneer iemand 65 wordt of 67, of wat het dan ook is, maar dat start in een sociale verzekering vanaf het moment dat iemand gaat werken, vanaf het moment dat de beroepsleeftijd start. Dus dan zit je meteen al met belangen die daar ingekapseld zitten. Stel je hebt in België 10 of 20 jaar gewerkt, dan heb jij een bepaalde pensioenopbouw. Ja, hoe voeg je dan dat basisinkomen daarin om ervoor te zorgen dat... Ja, dus dan de keuze die je kan maken is, ja, dat pensioen blijft er gewoon helemaal uit. Dat kan, lijkt logisch, maar dan, het blijft moeilijk dan. Want dan zit je met het idee van, wat doe je dan met die volgende generatie die op dit moment in het verzekeringsstelsel de pensioenen van de huidige generatie betaalt, maar daar zelf geen recht meer op zal hebben, want zij krijgen een basisinkomen.
Dus er zit een soort... Nee, dat is de pensioen ook losgekomen van de zonverzekering. Alleen is de AOW, dat is niet klaar in de basis. Dus de AOW is dan de basis. Ja, maar de pensioen is dan los van de AOW. Ja, ik heb het nu over het wettelijk pensioenstelsel. Dat is in Nederland is dat het AOW, en dat is in de naam is dat denk ik een volksverzekering. Maar dat is wat wij in België niet echt een verzekering zullen noemen, want iedereen krijgt nagenoeg hetzelfde bedrag binnen het AOW. Dat is nog iets anders dan de tweede of de derde pijler. Maar dat is in België helemaal anders, omdat je daar met het wettelijk pensioen is al een verzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van hoeveel jaar je gewerkt hebt. En hoe hoog dan jouw inkomen was. En wat ik eigenlijk maar wil zeggen daarmee is dat in zo'n systeem een basisinkomen veel moeilijker in te voegen is dan in het Nederlandse systeem waarbij je al dat AOW of dat universeel pensioen hebt. Dat is de kernboodschap die ik daarmee wil geven. Geen discussie, we gaan de vragen af. Bert. Ja. Bert Twinstra, uit Amersfoort. Ik heb in jouw Belgische studie gelezen, hè? Je hebt hier een Nederlandse studie gepresenteerd, maar in jouw Belgische studie heb je ook een variant zitten, of in ieder geval staat in het verhaal, hè, dat je, wat ik maar noem, een omgekeerd basisinkomen hebt geïntroduceerd. Namelijk niet een basisinkomen als goed, maar een basisinkomen bovenop het bestaande systeem. En mijn vraag is, hè, zonder jouw onderzoeksresultaten in twijfel te trekken, want ik vind het echt top. Maar heb je goed genoeg aan de mensen uit kunnen leggen wat het verschil is? Hè, tussen, hè, je noemde jouw verhaal van, ga goed de concurrenten ook vergelijken. Hè, neem dat mee. Dat is natuurlijk het meest lastige, denk ik, in het onderzoek. Dus is die omdraaiing, hè, is dat goed begrepen door de mensen aan wie je het hebt gevraagd? En mijn tweede vraag is heel kort. Beschouw jij het negatieve inkomstenbelasting ook als een concurrent van het basisinkomen? Wat het tweede betreft, ja. Zeker een concurrent. Die ook in, we weten daar in publieke opinie weinig over. Maar de data die we daar voor hebben, lijkt te suggereren dat dat idee van een negatieve inkomstenbelasting, wat heel moeilijk uit te leggen is in een peiling, dat net iets meer steun geniet dan dat idee van een universeel basisinkomen. Ja, om op uw eerste vraag te antwoorden, het sluit een beetje aan bij wat ik daarnet zei. We doen voorbereidende interviews om die vragen zo goed als mogelijk voor te bereiden. Maar we weten dat een complex topic is waarbij je niet in de hand hebt hoe elke respondent interpreteert wat er daar nu staat en gezegd wordt. Dus idealiter zou je dit eigenlijk nog moeten aanvullen met diepte-interviews of focusgroepen waar je echt in de diepte gaat over hoe begrijpen mensen nu wat er met hun situatie gaat gebeuren of wat dit betekent voor de sociale zekerheid. Dat heb ik helaas nog niet gedaan. Omdat je natuurlijk altijd met de afweging zit, een peiling kan je minder in de diepte gaan, maar kan je wel in de breedte gaan. En het soort interviews en focusgroepen kan je in de diepte gaan, maar heb je telkens een dertigtal of weet ik veel wat respondenten en dan heb je weer de vraag, hoe representatief is dit nu voor Nederland? Ja, ik hoopte eigenlijk al dat je dit zou zeggen, want dan kan de vereniging gewoon vragen bij al die universiteiten van Nederland om aanvullend onderzoek te doen. Ja, en die 500.000 van de FNV gaan we daar ook voor gebruiken. Ja. Ja, dat weet ik even niet, maar echt. Nee, nog voor 500.000 onderzoek uitzetten aan basisinkomen. Ja, eerst als tafel en andere en de eerste grant wordt geschreven. En Michiel, Micha. Je hebt aangegeven dat er mensen in de basis komen op achteruit gaan. Is dat vooral, zitten er ook mensen bij van de laaginkomensgroepen? En hoe groot is die groep? Hoe doen jullie dat nou weer? Nee, maar ook algemeen van mensen die basisinkomen willen krijgen en daardoor door de zeven basis op het gaat. Dus veel mensen zitten dus laat en laat in de vorm die nu laat. Nee, ik denk vooral. Alles hangt natuurlijk af van de precieze financiering van jouw systeem, maar over het algemeen en ook in de publieke perceptie. En dat is misschien nog het belangrijkste. Het belangrijkste is misschien niet wat gebeurt effectief, maar hoe zit het in de hoofden van mensen? Is de perceptie wel dat de hogere inkomensgroepen erop achteruit zullen en lagere inkomensgroepen dan op vooruit? En dat hetzelfde zit bij die gepensioneerden die altijd
ja, de hogere inkomensgroepen geweest zijn. Dus. We gaan verder met de vragen om Johan. Ja. Ik heb een vraag. Er komen steeds meer begrippen basisinkomen in de markt. En daardoor verwacht het begrip basisinkomen volgens gaan toe. Lukt het je dan nog om meerderheden te creëren? Ja. Niet heel. Ja, hoe noem je het beestje? Dat is heel moeilijk. Ik praat consequent altijd over een basisinkomen. Ik praat niet zozeer over een universeel of onvoorwaardelijk of gewoon puur basisinkomen. Maar ja, je hebt andere concepten en dat creëert natuurlijk in de echte wereld wel verwarring onder de bevolking. Dat kan ik mij perfect inbeelden dat het moeilijker maakt om een soort merk te creëren. Natuurlijk moet je goed nadenken over dat merk. Wat ik net zei, participatieinkomen is populairder. Ik zou dat zelf in de Nederlandse context nooit een participatieinkomen noemen. Want dan heb je die connotatie met die participatiewet, waar je net zo ver mogelijk van af wordt. Heel weg, ja. Dus dan moet je dat anders noemen. Maar de vraag is dan wat? 2.0. Nou, ja, wij hebben dus als vereniging de basisinkomen 2.0 in de markt gezet. Niet omdat dat het moest worden, maar gewoon omdat. Het Nibud, een zeer gerespecteerd onderzoeksinstituut, dat voor ons doorgerekend had. En we wouden eigenlijk alleen maar laten zien, kijk, de onderkant, bijstandsmensen gaan er niet op achteruit. Nee, die gingen tussen 22 en 200% vooruit. Nou, we kregen ook positieve pers. Dus het werkt wel. Vervolgens heeft het CPB dat doorgerekend op een bepaalde manier op verzoek van D66. Ja, toen bleek dat sommige mensen er wel op achteruit gaan. Vooral op pensioneren. Maar goed, dat is een kwestie hoe je dat invoegt. Tegelijkertijd liet dat CPB-onderzoek ook zien dat de onderste 20% gingen 8,5% gemiddeld vooruit, structureel. En de bovenste 20% gingen 8,5% achteruit. Dus de inkomensgelijkheid werd wel groter daarvoor. Maar het hangt allemaal af van precies hoe je het vraagt. We laten als vereniging INO Research af en toe een onderzoek doen. En wat je dan ziet, in de loop van de tijd, dat het aantal mensen dat weigert om voor of tegen te zijn, stijgt. En we weten niet goed hoe dat komt. Van ongeveer 15% naar nu ongeveer een kwart, die niet voor of tegen wil zijn. Ja, ik denk, omdat het zo in de discussie is, dat mensen gevoel hebben, ja, het gaat er misschien wel komen en misschien ga ik er wel op achteruit. Of het hangt er precies van af hoe het gefinancierd wordt, dus ik geef geen antwoord meer. En mensen, nou ja, iets van 90%. En dit zijn vooral laag opgeleide die dan weigeren om te antwoorden. Veel meer dan hoog. Ik wil zeggen dat de heer, u heeft het over achteruit gaan. Ja. Dat is financieel achteraan gegaan. Financieel. Maar benadrukt moet worden wat de voordelen ervan zijn. Wat de mensen erop vooruit gaan, ook al zou je wat minder verdienen. Wat is het geluk die er in de maatschappij. Daar zullen we op moeten focussen. Dat klopt, maar als je de luxe kiezers mee wilt krijgen, moet je toch zorgen dat de onderkant er niet op achteruit gaat. Grosso modo. We gaan door met de vragen. Ik ben hier aangeland. Moet je opmerken. Rooie. Ja. Maar als je dat studie is veel dingen dan. En dan kan ik ook nog voorstellen dat bepaalde onderdagen verbelangrijk zijn. Mijn vraag is wel eens bekeken, want het gaat over financiële uitkering. Is wel eens bekeken naar andere vormen van uitkering. Bijvoorbeeld, die komt op digitaal wel zelf in de regel. Je zou kunnen zeggen, nou, een basisinkomen, dat is voor de basisbehoeften. Dat is voor wonen, brood, kaas, maar niet voor drie steden restaurant, alcohol en iPhone.
Dan wil je even. Ik denk dat je daar misschien een draagkracht van rechterkant en ouderen. Dat zou niet zin hebben. En als ik ze nog eens zou ik zeggen: van ik keer je naar prima uit, of ik keer je gewoon uit bovenop. Ik zorg dat het mogelijk zijn, moeilijk doen, maar ook daar zullen de ouderen herkennen zien. Want die mooie omvang, hoe klein vinden ze gewoon doen. Mijn concrete vraag is. Is het dus wel eens gekeken naar een andere manier van het uitkeren van dat basisinkomen? Anders dan geld. Daar is zeker al naar gekeken en over gedebatteerd in de literatuur. Qua publieke opinie is het antwoord nee. Dus daar weten we eigenlijk weinig over. Misschien om daarop in te pikken wat je zei, het zou inderdaad, dat zou een verwachting kunnen zijn dat politiek rechtse kiezers meer voor dat verdelen. Namelijk, zo'n basisinkomen is oké, maar we willen een of andere controle over hoe dat wordt bijvoorbeeld naar het voorbeeld van de food stamps in de Verenigde Staten. Natuurlijk is dat altijd een balans die je moet bewandelen, omdat dat net linkse kiezers weer zo in het harnas jagen en dat je die tegenstelling opnieuw groter maakt dan zij dat zijn. Maar ik heb daar op dit moment geen empirisch onderbouw aan. Maar het is zeker interessant, een interessante onderzoekskwestie. Je slaat daar een brug naar de participatie, zeg maar. Want je zegt daar elkaar, doe je dat extra's, dan zou je dat moeten gaan doen. Ja. Ik wil het op een andere manier uitkeren in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, waar we hier op dat moment naartoe gaan. Daar heeft de gouverneur die regeringsleider proberen te worden gezegd: iedereen die 24 jaar wordt, krijgt 1 jaar lang een basisinkomen. Alleen het is niet geld, het is een kaartje. En met dat kaartje kun je alleen bij het midden- en kleinbedrijf wat kopen, niet bij McDonald's. Het midden- en kleinbedrijf kiest voornamelijk rechts, maar is links. Dus het is een hele slimme maatregel. En het lijkt natuurlijk dat jongeren ook eens een keer op andere winkels komen. Dus het is geen geld, maar je kunt er wel goederen voor kopen. We gaan door. Ja, bijna laatste vraag. Nee. Ja. Als je even uitzoomt in de dedolarisatie, de vervallenbanken, die multipolaire wereld die ontstaat, zie je dat het Europese welvaartsgebeuren ook gewoon een beetje aan het toevoegen is. Weet je dat als je daar zo'n vogelperspectief kijkt naar dit onderwerp, naar wat er bestookt, dat het dichterbij komt of verder weg? Ja, zij moet het beantwoorden. Daar heb ik eigenlijk niet echt een antwoord of het dichterbij of verder weg komt. Het enige wat we. Dat is misschien wat Alexander net aangeeft. In die Nederlandse context, waar er eigenlijk best al wel wat gedebatteerd is over een basisinkomen. Ik vergelijk het niet met die Belgische context, waar ik zelf vandaan kom, maar dat issue niet echt op de tafel ligt. Ja, wordt dan dus zo'n hoge vlag, dus moet ik zeggen, het wordt misschien genuanceerd. Mensen beginnen een beter begrip te krijgen op wat dat eigenlijk betekent, zo'n basisinkomen. Bijvoorbeeld op basis van, het is niet dat ze allemaal die berekeningen kennen die bij ons maken, maar dat wordt wel op een andere manier over gediscussieerd dan enkel en alleen maar het idee, zullen we aan iedereen een som geld geven. Dat is natuurlijk het basisidee, maar dat is een heel simpel idee en er schuilt zoveel achter. Dat ik denk dat in die landen waar het debat ook complexer en genuanceerder wordt, dat publieke opinie ook wel volgt. Maar ik denk dat dat dan dichterbij of verder weg, dat kan beide kanten op dit. En die inflatie, wat moet dat heel veel in de regel? Ik ga het natuurlijk niet dat het inflatie is bij. Dat weet ik niet. Nee. Ik moet zeggen, we hebben wel onderzoek gedaan naar hoe de coronapandemie een invloed gehad heeft op publieke opinie. En wat we daar vooral zien, is dat er daar wel een verschuiving geweest is. Namelijk dat er meer steun was voor basisinkomen, met name bij groepen die al vrij kwetsbaar waren in de maatschappij, en dat die steun nog is toegenomen. Maar ik wil ook wel voorzichtig bij zijn dat het wellicht een tijdelijk effect was. Dat naarmate die pandemie terug afnam, dat die steun ook afnam. Maar toen kwam natuurlijk de hele inflatiecrisis, en dus we weten op dit moment niet, is dat verder toegenomen of is dat afgevlakt? Dat weten we niet.
Nog twee vragen. Alexander, achteraan. Hoe kan je nog achteraan gaan? Als je een belangrijke zin kan. Gewoon een stukje klopt. Man, ik zit op een spurs. In mijn perceptie krijg je een basis. Maar daarnaast ga je nog werken. Hoe kan je dat? Je bedoelt dan achteruit op individuele. Ja, ook als je dan voor je net gaan op achteruit op bijvoorbeeld, je hebt toch gewoon alles. In feite heb je, als je goed hebt gelezen, dan zeg je van een basisinkomen, die krijgt een basis, of dat je in de basis kunt worden gezien. Die krijg je gewoon. Daarnaast kun je werken, kun je eigen leiding vinden, kun je zorg en lastig van. Ja, het issue is veel hangt natuurlijk af van hoe je het financiert, maar het issue is inderdaad de belastingplichtigheid. Dus er gaat een groep mensen zijn, als je het met een progressief belastingstelsel financiert, er gaat er een groep mensen zijn die eigenlijk meer betaalt in belastingen dan dat ze ontvangen van het basisinkomen. Oh, en het echt wel over de eind. Ja, het gaat echt over het financieel. Hè? Ik sluit me wel aan bij wat hier gezegd wordt. Het is meer dan het financieel uiteraard. Mensen kunnen erop vooruit gaan qua levensgeluk of wat dan ook, mentale gezondheid. Dat zijn allemaal andere factoren. Maar wat ik net al hoorde, volgens mij is de vraag eigenlijk al gesteld die wat hij zei, wat is de term basisinkomen? Eigenlijk goed. Ik heb zelf een kapzaak en 18 jaar en ik ben eigenlijk al 18 jaar bezig met ooit. Ik loop eens van zien dat de wereld zonder geld, als jij als de wolk geen geld meer zou bestaan, zou je dan opstaan om naar je werk toe te gaan. Maar heel veel mensen die heel vaak in mijn zaak laten verlopen, vertellen over wat via een basisinkomen onlangs wordt. Als je doorvraagt, weet je niet wat het is. Dan denk ik dat het klopt. Dus dan moeten we naar werken, dat je allemaal een communistisch systeem gaat krijgen. Is dat ook zo? Ja, precies. Terug in die hoofd. Wat we wel heel sterk zien, en dat doet me er wel aan, we hebben, dus er is wel een klein beetje kwalitatief onderzoek naar dit onderwerp, en dan toont dat eigenlijk steeds aan dat als je mensen in het begin van het interview vraagt wat is een basisinkomen, de meesten weten niet waar het over gaat. Ze denken dat het over sociale bijstand gaat, ze denken dat het over hun eigen inkomen gaat, dus it's all over the place. Maar als je het idee uitlegt, dan zijn ze wel in staat om te begrijpen waar het over gaat. En dan kan je dat die beeldvorming wel bijschaven. Ja, de dialoog daar. Hoe je dat krijgt, hoe je dat marketing niet dat is blijvend het debat voeren en ik kan het blijven zorgen dat het in de media komt, in de politiek verschijnt. Dat je voortdurend, dat die boodschap voortdurend doorcijpelt bij de gewone burger, die eigenlijk niet bezig is met dat soort zaken. Maar allerlaatste vraag voor afklanken, kort vraag. Eigenlijk alleen maar een slimmerig woord. Het is zo dat we praten nu op een heel theoretische manier over basisinkomen, en min of meer academisch. En gisteren zag ik een programma, dus tussenprogramma na die vertoningen van Charles. En de moderator was daar Tim de Wit of zo, met de vorige correspondent in Engeland. Ja. En die vertelde hoe in het noorden van Engeland, doordat de inkomstenbron verdween, een heel dorp totaal onder de armoedegrens lag. Die mensen konden niet meer hun hoofd boven water houden, tenzij er uit vele richtingen als een soort voedselbank gewerkt werd. En toen ik daarnaar zat te kijken, toen dacht ik, als iedereen dit nou ziet, zou die dan niet uit zichzelf denken, geef mensen een negatieve inkomstenbelasting. Hoe je het ook bent of keert en hoe je het wilt noemen, dat maakt echt helemaal niks uit. Maar het is een vorm van verantwoordelijkheid voor elkaar en medemenselijkheid en de wil moeten zijn. En dan hebben we het hier over het inpassen in het huidige systeem. Maar we weten in feite allemaal, ook in Nederland, dat het systeem failliet is. En dat we een ander systeem hebben. Applaus! Deze hoef je niet te beantwoorden. Ik wil Gijs heel hartelijk danken. Ik was een...
gepast met één boeken. Goedie bek. En dan ben je lezen op de terug op Antwerpen. Werk voor het spreken. Heel hartelijk bedankt. En nu is het Paul. Dank jullie wel.